wat gaat de tijd toch eigenlijk snel? En ook weer niet. Ik ben 1 mei 2002 directeur geworden. En 30 juni is het afgelopen. Na 21 jaar en 2 maanden neemt Oog afscheid van directeur Evert Jansen. Onder zijn leiding werd Oog 2 keer uitgeroepen tot lokale omroep van het jaar. Maar de omroep won ook andere prijzen. Waaronder de prijs voor beste televisieprogramma en audioproductie. Het was een droom van mij om, toen ik directeur was van de lokale in Leeuwarden, die heette toen nog Mercurius, om directeur van Oog te worden. En die droom is uitgekomen. En ik heb dit werkelijk met heel veel plezier gedaan. En natuurlijk, dat zijn ambivalente gevoelens. Ik ga het missen. Tegelijkertijd heb ik 1 jaar geleden al aangekondigd dat dit mijn laatste werkdag zou zijn, 30 juni. Dus daar heb ik vrede mee. Evert wordt per 1 juli opgevolgd door Arend Jan Woning. Maar niet voor we kort met hem terugblikken op zijn dagelijkse bezigheden als directeur. En dat gaat verder dan alleen leiding geven. Ik ga nu van de redactie het oud papier weggooien. Want dat gebeurt daar bijna niet. Dus dat is belangrijk dat ze dan weer goed verder kunnen werken. Maar je bent wel een echte duizendpoot. Nou, als je dit duizendpoot zou noemen. Ja, precies. Nou, dat hoort er wel bij, ja. Zijn er eigenlijk ook momenten geweest tijdens je directeurschap, om het zo even te noemen, dat je dacht, nou, ik stop ermee? Nee, ik ben altijd, ook als het wel eens wat moeilijker was, ik ben altijd met plezier naar mijn werk gegaan. Ik heb nooit, wat dat betreft, zit ik een beetje raar in elkaar. Ik ben eigenlijk nooit opgestaan en ik dacht, hier heb ik geen zin in. Na 21 jaar is er natuurlijk veel veranderd. Toen ik begon in 2002, ja, internet was er al wel een aantal jaren. Maar ja, de ontwikkeling is natuurlijk zo snel gegaan. Zoals ze zeggen, ja, na de revolutie van het ontstaan van internet midden jaren 90... is natuurlijk sociale media heeft een belangrijke stempel erop gedrukt. Waarop we nu altijd zeggen online first. Dus ja, internet gaat voor de rest. Dat is weer behoorlijk wat te doen, Evert. Ja, dat is heel, heel gek. Kijk, je ziet nu dat de hele vaatwasser is bijna leeg. En toch presteren mensen om het er gewoon weer bovenop te zetten. Ja, wat het is, weet ik niet. Want ik vind het zelf, ik doe thuis namelijk ook altijd. Dat vindt mijn vrouw ook wel prettig. En ja, ik vind het wel dankbaar werk. Ik weet niet precies. Evert heeft veel om trots op te zijn, maar 1 ding springt eruit. Waar ik ook wel tevreden over ben, en dat heeft natuurlijk met de hele organisatie te maken, is dat we ook mensen een kans hebben geboden die vaak uit moeilijke situaties kwamen. Die ofwel wat psychische problemen hadden gehad, of anderen ze hadden pech gehad in hun leven. En waardoor ze bij ons weer op kracht konden komen en later toch weer een doorstart maakten en vaak tot heel hoog niveau kwamen. Ik hoorde dat jullie even naar de papiervoorraad willen kijken. Die staat namelijk in dit hok, want daar is wel een hoop om gelachen in de organisatie. Want ik heb geloof ik, weet niet meer of een half jaar of 3/4 jaar geleden was, kun je hier zien dat achter dit bord van Oog staat de voorraad. En er zijn een aantal collega's die denken dat het voor 10 jaar genoeg is. Evert, was dit de bedoeling of was dit een foutje? Nee, het was wel de bedoeling, maar ik had even niet, misschien had ik weer, nou ja, weet je, het is hetzelfde als ik boodschappen ga doen, dan houdt mijn vrouw de hart altijd vast waar ik allemaal mee thuis kom. En dat was dit misschien ook wel een beetje, dat ik dacht van, nou ja, laten we eens even een beetje een voorraad aanleggen. En ik kan wel redelijk goed rekenen, maar ik heb daar misschien toch even, nou ik weet niet, ik vond het wel een prettig idee. Volgens mij was het een bewuste actie hoor. Ja, en wat ga je nou eigenlijk hier nadoen, Evert? Ik ga iets doen wat helemaal uit mijn comfortzone is, omdat ik niets met mijn handen doe. Begin ik in september met een cursus meubel maken. Iedereen moet erom lachen, want dat zal wel niks worden. En hopelijk houdt hij zijn vingers nog over. En ik ga door ook met mijn hobby's, de denksporten, schaken, bridgen. En ik leer tennissen tegenwoordig. En last but not least heb ik me ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. Daar ga ik adviezen geven op het gebied van media management. Ik denk niet die illusie heb ik niet, dat ik hier nog vaak zal komen. Dat hoeft ook niet. Misschien een keer met een feestje of zo, of een keer een borrel als mensen het leuk vinden om me nog even te zien. Dan kom ik wel. Toen ik die beslissing 1 jaar geleden nam, toen dacht ik wel van 21 jaar en 2 maanden is het zowel voor de organisatie als voor mezelf goed. Vlak voor de AOW-leeftijd, want het is op
26 juli, 66 jaar en 10 maanden, omdat ik op 26 september 67 word. En ik denk dat het gewoon goed is. En een hoop mensen zijn verrast, omdat ik dan complimenten krijg, omdat ik er nog lang niet zo oud uitzie als de meeste pensionado's. Maar het is goed zo.